Now throw it up. Ja, en het werd zowaar precies 21:30 en dat betekent dat het tijd geworden is om te gaan praten met onze eerste gast die hier is bij komen zitten hier in onze at the studio bij Radio Meteor. Ja, Mike, wie hebben we als eerste gast vandaag? We gaan voor onze eerste gast, die mag ook meteen de spits afbijten in dit programma wat betreft de at the studio politiek van deze zondag, is de burgemeester van de stad Roestlaande. Bij mij zit Chris de Klerk. Chris, goedemorgen. Goedemorgen. Chris, ik begin en ik val meteen op me met de deur in huis. Ja, als we terugkeren naar 14 oktober, een schitterende overwinning. Dat is het minste wat je er kan van over zeggen natuurlijk. Ja, inderdaad. Dat gevoel van dankbaarheid voor het vertrouwen zindert nog altijd wat na bij mij. Mm-hmm. We hebben met de ploeg goed gescoord, zeer goed gescoord. En dat is ook wel goed om te zien dat Roestlaarnaar gekozen heeft voor toch stabiliteit en continuïteit. Ja. Op dat vlak is het lokaal bestuur soms wat anders dan het federaal bestuur in deze tijden. Ja, u haalt het aan, hè, het federaal bestuur. Het is, mag ik het zo een beetje uitdrukken, een rare situatie waar we in verzeild zijn geraakt? Goh, ik ga vooral mijn uitspraken doen wat ik lokaal en regionaal kan doen. Ja. Het toont wel aan dat je altijd goed ploegwerk moet kunnen doen. Mm. We hebben ook in Roestlaar gekozen voor een ploeg waar de inhoudelijke en de menselijke cohesie maximaal is, omdat je finaal toch, als je weer van start gaat, dat de mensen verwachten dat je bestuurt, dat je oplossingen vindt. Ja. Je kan nooit voor iedereen wel doen, zijn we soms in het West-Vlaams, en dat is ook zo. Ja. Maar dan moet je maken dat je werkbare, duidelijke krachtlijnen uitwerkt. We hebben dat ook gedaan met 8 krachtlijnen voor 8800. En we zijn er klaar voor om er op 7 januari bij de eetaflegging voluit voor te gaan. Ja. Als je nu, we zitten inderdaad in de laatste weken van dit jaar eigenlijk ook. En 2018 is bijna weer al verleden tijd, zeg maar. Als je terugkijkt, Chris, naar het voorbije jaren onder jouw bewind als burgemeester in Roestlaren, wat is jou bijgebleven? De stad heeft een heel grote makeover gekend. Hè. We zijn eigenlijk klaar om, laten we zeggen, nu het huis gebouwd is. We hebben heel veel geïnvesteerd in projecten, in infrastructuur. Van het station tot de bibliotheek, tot het zwembad, overkoers en traks. En dat het nu tijd is, nadat het huis gebouwd is, om erin te gaan wonen, de mensen uit te nodigen. En dat zal wellicht het belangrijkste geweest zijn, dat we het allemaal klaargemaakt hebben nu om de levenskwaliteit van de Roestlaarnaar te versterken. Mm-hmm. Dat is niet zonder problemen geweest de voorbije jaren. Je hebt werken, dat zorgt voor hinder uiteraard. Maar uiteindelijk, als het verband weggenomen is van de opsmukoperatie, ziet iedereen nu wel dat het mooi is en is iedereen ook wel trots in de stad. Ik heb het gevoel dat er een groot positivisme is onder de mensen. Roestlaarnaars zijn bovendien ook mensen van niet runten en deuren doen. En zo ben ik ook als burgemeester. Ja. Is er een bepaalde gebeurtenis, als ik het zo mag uitdrukken, die jou is bijgebleven van het afgelopen jaar dan? Het afgelopen jaar hebben we heel wat mooie gebeurtenissen gehad. En de verkiezingen is misschien een gebeurtenis, maar dat is niet. Dat is belangrijk als feest van de democratie, zoals men dat noemt. Ik heb vooral gezien dat de zomer in de stad, wat een warme, aangename zomer is, heel veel mensen naar buiten heeft doen komen. En waar ze samen met elkaar, was dat nu tijdens het voetbal, een pint dronken of met de kinderen konden genieten op de nieuwe terrassen. Ik spreek soms over verbondenheid. Dat klinkt misschien een beetje een belegen woord, maar het is opnieuw heel actueel. Dat noemt nu community. Mm. Ik noem dat al te garen. Mm. En die momenten, als je de stad eigenlijk ziet openbloeien met heel veel mensen van alle slag en rang, van alle leeftijden, dat zijn voor mij de mooiste momenten om ertussen te lopen als burgervader. Afgelopen weken hebben jullie ook het, het programma, als ik het zo mag uitdrukken, voorgesteld voor de komende 6 jaar, voor de komende legislatuur. Wat zijn daar de belangrijkste punten uit, Chris? De mensen hebben vooral gekozen voor die levenskwaliteit. Dat wil zeggen dat je veilig in de stad kan zijn. We verdubbelen daarvoor onder andere het aantal gemeenschapswachten, meer camera's. Mensen willen vooral ook hebben dat ze groen hebben in hun stad. Mm-hmm. We gaan voor die 100.000 bomen, de bossen in te vullen. Ze willen veilige fietsers en ook de mobiliteit is daar een groot onderdeel van. Die 100 kilometer fietspaden zitten daarbij. Ze willen bovendien dat de gezonde lucht er is. En Roestlaar is nog altijd een goede stad van initiatief. Dat geldt voor de verenigingen die we verder willen blijven ondersteunen, maar ook voor de commerce, onze KMO's, die verder moeten kunnen ontbolsteren. Dat is een heel pakket van maatregelen. We hebben bewust gekozen om die in krachtlijnen te zetten en zijn die nu eigenlijk in de volgende weken en maanden verder aan het omzetten in concrete, becijferbare en haalbare doelstellingen. Mm-hmm. Je kan een hele Transvies-catalogus maken met alle soorten beloftes voor de mensen, maar je moet het wel betaalbaar maken en ook in overleg met de mensen. En dat is nu het werk dat we de eerste 3 maanden gaan doen van de nieuwe legislatuur, om dan tegen Pasen met alle puntjes op de i een betaalbaar, realistisch programma voor Roestlaar te hebben voor de volgende 6 jaar. Mm-hmm. Er zijn ook een
een paar vernieuwingen. Niet zo heel veel vernieuwingen in de nieuwe ploeg natuurlijk, maar toch een paar vernieuwingen. Bewuste keuze? Ja, we hebben een sterke ploeg met mensen met ervaring, maar je moet altijd maken dat ook jouw ploeg een afspiegeling is van jouw samenleving. Mm-hmm. Daarom ook veel jonge mensen, veel meer dames in de ploeg. Dat is noodzakelijk. En we hebben heel veel talent dat verkozen is geweest. Tom van Kendelaren die al inschuift over een paar jaar. En dan halverwege zal eigenlijk de ploeg bijna voor de helft reshuffled worden. Dat is een goede zaak, denk ik, omdat je dan ook frisse mensen, nieuwe ideeën hebt. Politiek mag je niet doen in het vaste straatje altijd rijden. Je moet wel koersvast zijn, maar je moet ook ruimte geven aan mensen die daar eens helemaal anders durven over nadenken en zelfs andere ideeën hebben dan de burgemeester. Dat kan alleen maar goed zijn voor de mensen. Ja. Het viel mij inderdaad ook op dat, ook wat bij jullie op de lijst, de CD&V dan, heel wat jonge mensen inderdaad weer zich engageren voor politiek. Hè? Ja, dat is goed, hè, want het ergste wat er kan zijn, is eigenlijk onverschilligheid. Ja, ja. Het is beter dat mensen zich kwaad maken op de politiek, of het goed vinden in de politiek, of nog beter zelf initiatief nemen en mee zich engageren. Ik geloof heel sterk in wat de nieuwe generatie daarin doet. Je hebt de klassieke drie machten, de wetgevende, de uitvoerende, de rechterlijke macht. Ja. Je hebt dan, zoals jullie, de vierde macht, de pers. Maar die vijfde macht, namelijk de burgerdemocratie, ook de Facebookgroep, het actiecomité, de mensen die zich rond een of ander specifiek dossier, is dat van mobiliteit tot groen tot cultuur, engageren. Dat is een hele andere soort nieuwe democratie waar je als politicus rekening moet mee houden. Politiek wordt niet alleen meer gemaakt in de gemeenteraad, maar ook op de straat. En zeker ook tussen de jonge mensen. Ja, het valt ook waarschijnlijk u ook wel op, inderdaad, de komst van die sociale media en dergelijke meer. De burger is een stuk mondiger geworden uiteindelijk. Hè? Ja, ik vind dat alleen maar positief. Ja, ja. Ik lees heel veel wat er op Facebook gebeurt en mensen gebruiken dat medium goed. De stijl is soms verschillend van degene die spreekt, maar dat was vroeger aan het oog van het café ook zo. Zo, dus dat is eigenlijk niet het probleem. Ik bekijk het allemaal. Ik kan er zelf onmogelijk in elke Facebookgroep zelf actief overal gaan deelnemen, want dan houdt het nooit op. Nee. We hebben een goede ploeg met mensen die zaken capteren. Hier en daar stuur ik ook wel eens een berichtje om wat meer verduidelijking te krijgen. Maar ik vond dat goed, omdat het een goed communicatiemiddel is. Je moet er gewoon goed en verstandig en vooral fatsoenlijk mee kunnen omgaan. Dat is wel een belangrijk aandachtspunt in deze privacy-tijden. Ja. Her en der lezen we ook, we hebben hier in Tiel dus ook een nieuwe burgemeester straks. U ook niet onbekend, veronderstel ik, Luc. Is het ook zo, Chris, dat jullie, of u in uw geval dan, u blijft burgemeester in Roeselare, moet u dan ook opnieuw de eed gaan afleggen, zoals Luc deed? Ja, inderdaad. Maar ik wacht nog op de uitnodiging. Dus telkens eerst, het onderzoek is bezig nu administratief. Ja. Ze hebben heel veel burgemeesters die nog benoemd moeten worden. Ja. Dus ik hoop dat ik in de volgende weken toch de uitnodiging van de gouverneur in de bus zal krijgen. Ja. Maar ik heb er al vertrouwen. Dat zal geen probleem zijn, hè, dan natuurlijk. Zeg Chris, dan om een beetje af te ronden eigenlijk ook, want ik weet dat jij nog een drukke agenda hebt op deze zondagvoormiddag. Persoonlijk, als je terugkijkt tot 2018, zijn er persoonlijke zaken die jou zijn bijgebleven? Los van de politiek dan misschien? Ah ja, mijn petekind is ondertussen 10 jaar geworden. Ja. Dat is de juiste leeftijd om samen eens op stap te gaan. We zijn in Londen geweest. We hebben andere dingen gezien. Van The Lion King tot kunstgalerijen. En dat is eigenlijk wel het meest belangrijke in het leven. Politiek is belangrijk, maar het is niet het belangrijkste. Ja. Geniet vooral, en zeker met de kerstdagen die eraan komen, om mensen rond je heen. Want dat is uiteindelijk altijd degene die best blijven steunen. Beetje quality time in deze dagen moet kunnen. Dat geldt voor iedereen. Ik wens het iedereen toe. En dan vooruitkijken natuurlijk, in 2019, Chris, wat wenst u de Roeselaar of de luisteraar in het algemeen toe? Ik wens eigenlijk iedereen vooral rust toe. En dat is zowel rust op het vlak van je lichaam, hè, dat je gezond kan zijn, maar ook rust in je geest. Dat kan alleen maar als je gewaardeerd voelt op je werk, als je weet waarom je mag opstaan, dat de dag opnieuw elke dag mooi kan zijn. En dat is alleen maar door samen te werken, altijd met een positieve geest. Wiltura zong dat al, boven de wolken is de hemel altijd blauw. En ik vind dat een mooie uitspraak. Ja. Oké, Chris, bedankt om eventjes toch wat tijd vrij te maken voor ons. Ik zou zeggen, heel veel succes bij de eetaflegging, maar die komt er wel. en vooral ook natuurlijk in de komende 6 jaar als burgervader van de stad Roeselare. Toch bedankt. Heel erg bedankt, veel succes. Dank u wel.